was al vaker verliefd, ja tenminste dat dacht ik. Jij kwam voorbij en ik dacht wow, dat ik voor iemand als jij als een blok zo zou vallen. Dit is echt, het is geen droom. Liefde, is dit dan echte liefde? Liefde, ik wil je nooit meer kwijt. Hallo allemaal, daar zijn we weer met alweer vlog 6. Wat gaat de tijd snel, hè? Deze week gaan jullie zien dat wij de 13 weken echo hebben. Dus die is heel belangrijk. Verder heb ik een optreden op een privéfeestje op een bruiloft. Het was heel gezellig. En we hebben onze gender reveal. Die is heel recent, want die was namelijk vandaag. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie ervan genieten. En ja, wij kunnen niet wachten om het met jullie te delen. Ga het allemaal bekijken! We zijn aangekomen op bestemming, namelijk in Sint-Michielsgestel. Ik moet optreden op een bruiloft. Wel de bruiloft van Theo en Angelique. Ik ben een verrassing. Dat vind ik altijd heel leuk als ik een verrassing ben. Maakt het extra leuk, extra speciaal. We gaan eens kijken of we hier in Sint-Michielsgestel de boel eens even op zijn kop kunnen gaan zetten vanavond. Mooi donders. Ik ga Michelle de haar feunen, krullen, stylen, even in model gooien. Ik ben natuurlijk helemaal gestopt, maar sinds ik met Michelle ga, heb ik gezegd, oh schatje, ik wil wel één keer een week jouw haar doen. Wat ik gemist heb, dit intense gevoel in mijn hart. Waar was jij al die tijd? Ik heb lang moeten wachten. Dit is voor mij een nieuwe start. Liefde, ja dit is echte liefde. Liefde, voor nu en voor altijd. Liefde kent geen... Klaar voor de dag. Mijn haartjes zitten naar achteren zoals je ziet. Heeft Michelle gedaan. En Michelle haar ziet er ook weer prachtig uit. Dus onze dag kan beginnen vandaag. In Veldhoven bij het Maxima Medisch Centrum. We hebben vandaag namelijk een 13 weken echo. En die is heel belangrijk voor ons, omdat Michelle natuurlijk diabetes type 1 heeft. Kunnen we precies zien bij deze echo. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar volgens mij wel. Ik ga ze controleren op alle lichamelijke afwijkingen. Oh, lichamelijke afwijkingen. Denk ik, ja. Ik weet het niet zeker meer, maar... Oké, op alle lichamelijke afwijkingen. Maar ze kunnen zien volgens mij. Ja, precies wat ze kunnen zien. Er is een speciaal medisch... specialistenteam die alleen maar echo's doet en complicaties eruit kan halen, zeg maar. Of afwijkingen, of hoe noem je dat? En die hebben we dus vandaag en dat krijgen we ook meteen te horen. Dus het is best wel heel spannend. En ook wel spannend natuurlijk, want als het nu allemaal goed is, dan weten we ook gewoon dat het echt goed is. We hebben die NIP-test tot natuurlijk alle 20 al weken, gehad. Hè? Tot alle 20 weken echo. Ja. NIP-test uitkomen dat geen... Het kindje geen syndroom van Down heeft. En nog twee andere of iets anders. Ja, in ieder geval geen syndroom heeft. Nee. Wat heel ernstig is. Dus dat is heel fijn natuurlijk. Ik weet niet of we binnen mogen filmen natuurlijk. Maar als het mag, dan ga ik jullie een beetje meenemen in het proces. En dan kunnen jullie ook een beetje zien hoe dat allemaal gaat. Dus wens ons maar succes. Wat je ook heel duidelijk kunt zien is dat er hier drie streepjes lopen.
1, 2, 3. Dat betekent dat er eigenlijk geen aanwijzingen zijn voor een open rug. Okay. Zie je dat? Ja. En hier zie je heel mooi een neusbotje. Je ziet een open hand. Je ziet dat het voorhoofd netjes gevormd is. Je ziet dat het kinnetje netjes gevormd is. Dus dat is goed. Linkerkant kijken. Hier zie je ook mooi dat de voet er rechtop staat, want je ziet hier de tenen en hier het onderbeen. We zijn terug van de afspraak en we zijn heel blij. We hebben gewoon al het, hoe noem je dat? Het ja, contouren van het gezichtje gezien. Het heeft wel. 10 vingertjes, 10 teentjes, alle botjes kloppen. Beetje jouw vorm van het gezicht, hè? Hartje klopt, alles klopt. Niertjes, ja, alles zit erop, eraan en erin. Toch? Ja, dat is wel te hopen. Dus we zijn heel blij. Het was wel even spannend. We mochten trouwens niet filmen. Dus ik heb alleen wat filmpjes van de echo. Maar niet van, ja, van heel het onderzoek. Maar we zijn heel blij. Yay! Joepie! Jongens, laatste setje. Iets sportiever zonder kraagje, een truitje. Met natuurlijk de beige pantalon. Full stretch. Heel fijn. Jongens, we kunnen er weer tegen aan. Ik ben er weer klaar voor. Deze is weer. Hartstikke bedankt. Mooie setjes. Kunnen we weer shiny aan. Dat bedoel ik. Bedankt en tot snel, hè. Thanks, man. Oh ja. De studio. Dit is mijn kleedkamer voor vanavond. Even kijken wat het gaat worden. Ik moet natuurlijk al een beetje afgestemd zijn op Corrie. Corrie is trouwens net aangekomen. Dus we zijn compleet, dus we kunnen gaan beginnen. Hallo. Ja. Nou, ik zit in de visagie. Kleding klaar. Gezicht erop. Bril op. En dan kunnen we. Hoi hoi. Weer op, jongens. De opnames met Corrie Konings. We hebben echt gegierd. Ik kan nog niet vertellen helaas waar het voor is. Maar heel binnenkort is dit allemaal te zien op SBS6. Dus houd het in de gaten. Goedendag, de gender reveal natuurlijk. We zijn druk aan het opbouwen. Het wordt echt heel vet. Daar gaat het allemaal gebeuren, hier voor het doek. Hier binnen heb je even een klein idee van hoe het er dan binnen uitziet. Kijk, we hebben alles mooi versierd, goud met wit. Spannend jongens, ik ga snel naar huis, mijn eigen douchen. En ja. Dan zijn we vanavond weer terug hier. Ik en Michelle natuurlijk. En heel de familie, vrienden, kennissen. En dan gaan we er een knalfeestje van maken. Jongens, een meisje! Wij zijn heel blij, schat. Michelle hoopt een jongen, maar gewoon dat was puur voor de vorm. Nou ja, nee, voor het plaatje compleet. Voor het plaatje, maar eigenlijk diep van binnen. Ik ben echt een meisje. Ja. Lekker
poppen. Dus ze zijn heel blij, hè? Ja. En de show was mooi. Jij ook, hè? Ja, ik ben heel blij, schat. Heel blij. En de show was mooi. En ja, heel was blij. En er waren tranen en er was een lach. Ja, ik ben echt heel mooi. Wij zijn heel happy, hè? Beste kijkers, bedankt voor het kijken weer naar deze te gekke aflevering natuurlijk. Jullie hebben de 13 weken echo gezien waarbij we hebben gehoord dat alles goed is. En natuurlijk als klapper op de vuurpijl de gender reveal. Het wordt een meisje. Jongens, wij zijn blij. Ik zou zeggen, volgende week weer kijken. Abonneren, duimpje omhoog. Houdoe! Nooit gedacht dat het zo mooi kan zijn.